Het nieuws drijft ons naar de Westhoek. Hier veranderen dingen niet zo snel. Maar sinds kort is er een museum minder in Alveringhem. Het Cyriel Verschuiven Museum is dicht, wegens gebrek aan belangstelling. Er kwamen nog amper 100 mensen op een heel jaar. Ter Zake brengt het allerlaatste bezoek. Ik denk dat dit zijn bureau is geweest. Wat wel opvalt is dat je hier toch veel schilderijen hebt, veel foto's hebt. Dus die man is voortdurend afgebeeld geworden, gefotografeerd, geschilderd geworden. Als een voorbeeld voor ons allen. Ja, een soort idool, hè? Hij was een zeer, zeer uitdrukkelijk een idool. Tot in de jaren 90 heeft men aan de IJzerbedevaart hier vlakbij in Diksmuiden printkaarten verkocht van hem. Dus men heeft geprobeerd om die figuur levend te houden als Ziener van Vlaanderen. Cyriel Verschuiven, onderpastoor van Alveringhem. Flamingant en schrijver, maar ook collaborateur die dweept met Hitler en het Derde Rijk. Hij krijgt een eredoctoraat van de nazi's. Mijn verbindelijkste dank uitspreken voor die verluiing des eredoctoraats hier het beroemde. Verschuiven laat zich helemaal meeslepen door zijn romantische fantasieën over Vlaanderen binnen een zegevierend Duitsland. Een droom waar hij niet alleen over schrijft, hij maakt er ook de passende beelden bij. Beelden van stevige mannen. Je moet eens naar die kapsels kijken. Dat zijn allemaal imitaties van Verschuiven's eigen kapsel, toch? Zelfs de Christus, David, wat hangt hier nog allemaal? Sint-Sebastiaan zijn eigenlijk zelfportretten. Dit is een zelfportret. Je hebt gelijk. Overigens, interessant is, hij wou dat hieronder zou komen Vlaanderen. Dus die identificatie van zijn eigen persoon met Vlaanderen via die David-figuur, die het gaat opnemen tegen Goliath en die verpletterend zal verslaan. Ik denk dat dat cruciaal is. Hey, maar zo ontdek je toch nog iets in. Dan kun je zeggen, van zo'n museum is toch eigenlijk wel nuttig? Dat, wel, ik ben er een groot voorstander van om allerlei artefacten van vroeger te bestuderen, anders weet je het gewoon niet. Ik ben wel geïntrigeerd door die Vaandrig daar, waarom dat hij zijn broek afsteekt. En misschien heb je daar... Als je die nu op een rij ziet, jong. Ja. Ik denk toch in elk geval, de homoerotiek spat eraf. Ja, daar lijkt het op. Hè. Wat ik er vooral in zie is de idealisering van viriliteit, van mannelijkheid. En inderdaad op een bijna erotische wijze doet hij dat. Zou het niet kunnen dat onder die hele overspannen verbeelding van hem, dat daar een onderdrukt de seksualiteit onder zit? Dat is vaak in politiek zo natuurlijk. Zeker bij mensen met radicale opvattingen. Dus ik vermoed dat hypothese wel eens correct zou kunnen zijn. Prongstuk van het museum is het kamerscherm van Verschuiven. Door hem beplakt met ontelbare plaatjes. Dit stond in zijn slaapkamer, als ik het goed heb. Dus dat betekent, hij leest het daar elke dag mee. Dat stond niet in zijn studeerkamer bijvoorbeeld. Dus dit is zijn visueel geheugensteuntje. Dit is wat hij aan beelden meedroeg. En misschien een zeer authentieke Verschuiven. Maar het scherm is al uit het museum weg en zit bij de eigenaar op zolder. Het enige wat van Verschuiven nog overblijft in Alveringhem is zijn graf. Daarom misschien dit idee. Wordt het niet dringend tijd dat er in Vlaanderen ook een collaboratiemuseum komt?
Eigenlijk wel, omdat het een onderdeel is van onze geschiedenis. En zeker de context waarin dat gebeurde moeten wij heel goed begrijpen. En net hier bij het graf van Cyril Verschuiven daar een mooi voorbeeld van. Want dit graf dateert van 1973, toen zijn lijk teruggebracht was uit Oostenrijk. En er is een klein theatertje rond georganiseerd met graven van mensen die gestorven zijn aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Flaminganten, Vlaamse jongens. Maar hier is van de Tweede Wereldoorlog geen sprake. Dus de Tweede Wereldoorlog waarin Verschuiven zijn meest uitdrukkelijke en betwistbare standpunten heeft ingenomen. Dus dat is niet, wordt niet overgelogen, het wordt gewoon verzwegen. En vandaar ook dat die geschiedenis van de collaboratie inderdaad meer aandacht verdient, bijvoorbeeld via zo'n museum.